Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Bingel, Startportaal en Kuhlman Global Forwarding BV. Goedendag dames en heren, hartelijk welkom bij FC Rijnmond. De competitie wordt in Rotterdam hervat met de Stadsderby. Tussen Feyenoord en Sparta komende zondagmiddag. Twee opgeschoonde selecties gaan we zien. We gaan erover praten met Frank Arnessen, technisch directeur van Feyenoord. Hartelijk welkom. Dennis van Issel is er en Harry van der Laan. Frank, heb je vandaag of gisteren al eventjes bij Arne Slot gebuurd en gevraagd, je blijft toch wel? Hij blijft wel. Ja, maar PSV zoekt een trainer. En misschien komen er zomaar Ajax dan wel. Zo doen we. Nee, hij heeft het veel te goed bij ons. Hij ga ik niet weg. Weet je dat zeker? Zeker weten. Maar hij heeft nog een jaar een contract. Hoe gaat het met die contractonderhandelingen? Hij heeft een jaar plus een jaar. We hebben een optie voor nog een jaar. Dus wat dat betreft zitten wij. En kijk waar het om gaat. Arne is van Cambuur naar AZ gegaan. En hij is 43 jaar. Heeft nog zoveel te doen, denk ik, bij Feyenoord. Ook voor hemzelf, voor deze zeker neem ik de volgende stap. Dus daar hoop ik tenminste. Wij moeten zorgen voor dat hij het goed naar zijn zin heeft. Ja, dus in Eindhoven en Amsterdam hoeven ze zich geen illusies te maken? Nee, geen kans. Nee, maar ik zou, als nou Manchester United of Real Madrid of zoiets. He, als die zeggen van wij willen per se die trainer en ze komen met een geweldige transfersom, dan kan ik me voorstellen dat Feyenoord erover na gaat denken. Maar niet als een concurrent. He. Ajax is een PSV, dat zijn concurrenten, vind ik. Dat kan je natuurlijk niet maken, ook moreel niet, vind ik. Nee. Maar je praat nu wel met hem toch ook over contract verlengen, over het openbreken? Nee, hij zit er nu hij zit 8 maanden. Hè? Dus we hebben het helemaal niet over gehad. Ik denk dat iets wat je in principe eind van de seizoen, omdat heeft hij nog één, dan heeft hij nog twee jaar, maar daar gaan we erover praten. Maar ik kan me wel voorstellen met zijn succes op dit moment en de ontwikkeling die hij ook als trainer, als mens doormaakt, dat je hem graag nog langer aan je zou willen binden. Ik denk dat wij allemaal een Feyenoord die gezien hebben wat hij allemaal gedaan heeft in heel korte tijd. En daar komt ook een tijd voor, ik denk ook voor hemzelf, dat hij ook graag even de jaar af wil ronden en kijken. Want dit is denk ik trainer zijn eigen. Dat heeft hij een hele zes. Alles bevalt me wel, laat me gewoon hier blijven. En dan is het aan ons toe om te kijken, wat gaan we met zijn contract doen. Ja. Maar in ieder geval, ik ben heel erg tevreden. De manier waar hij met de spelers omgaat, hoe hij ze in het algemeen presenteert. Dit is gewoon dit is een top trainer en hij is nog heel jong. Dus ik zie wel, als je praat over grote clubs in de toekomst, daar vind ik hem absoluut ook in die rijtje horen waar hij kandidaat toekomst, kan worden. Ja, voor de toekomst. Aanstaand zeker internationaal toptrainer. Ja, dat zeker. Dat is wel zo. Ik zat naar jouw carrière te kijken. Maar je hebt ook ontzettend veel clubs gehad als technisch directeur natuurlijk. Hè? Vanaf eind jaren 80, geloof ik. Begin jaren 90. Ik begon 94. Ja, heel januari, veel grote clubs ook. Hè? Zo. Ja. Dus het is ook afwachten of jij lang bij Feyenoord blijft dan natuurlijk. Ja, jouw contract loopt af. Ja? Aan het einde van dit seizoen. Ja, is het zo? Dat heb ik in jouw contract gelezen. Of ik moet nu nog nat zijn van vanmorgen. Ja. Nee, maar ja goed. We hebben afgesproken. Laten we nou even die transferwindow achter de rug hebben. En, nou, ik voel me goed bij Feyenoord. Dan is natuurlijk ook een Feyenoord om te zeggen, ja, we willen ook graag dat jullie doorgaan. Ik heb een goed gevoel. Ja, je bent 65. Ja. Ik bedoel, je hebt AOW nu. Ja, over een jaar volgens mij. Ja. Nee, ik denk 66 plus 4 maanden. Ja. Ja, weet van Pas van Noordwijk. Hij telde die dagen op een gegeven moment. Nee, je hebt het zelf helemaal op zitten zoeken natuurlijk. Nee, hij vertelde het mij. Die zei, ik ga niet op pensioen. Maar Frank, wat drijft je nog? Nou, dit is mijn passie voor voetbal. En wat ik wil gedaan hebben, en dat heb ik misschien onvrijwillig gedaan, maar ik heb een paar periodes gehad waar ik niks deed. Hè. Dus ik werd ontslagen bij HSV. Ik had een 3 jaar contract, na 2 jaar. Hadden ze nooit moeten doen. Ze zitten nu nog steeds in Bundesliga 2. Maar goed, en daar had ik dus oké, wat ga ik nu doen? Dat was in 2013. En ik heb met heel veel mensen, ook onze trainers en zo, en ook vrienden wat ik kende in de voetbal. Maar ik zeg, ja, eindelijk is het jammer dat wij gaan gewoon door. We gaan altijd gewoon door. Dus we 1 jaar naar de andere, dat is niet één. Oh, ga even in het jaar rustig. Ja. En bezint je, wat heb je nou goed gedaan? Weet je wel, omdat
misschien is ook de angst vaak van ik wil erbij blijven. Een sabbatical noemen ze dat, om ook weer precies. Energie te krijgen. Okay, maar energie heb je dus genoeg. Maar dat heb ik 2 keer gedaan. Ja. En daardoor weet ik hoe dat is. En daar voelde ik me goed bij. Maar dat was ook geweldig om weer te beginnen. En ik voel me nog steeds, en lichamelijk voel ik me nu heel goed. En dus denk je dat je na de zomer op. Nog technisch directeur bij Feyenoord bent? Ik ben in de zomer, tot 1 juli ben ik zeker. Ja, en daarna? En dan zien we dan weer wel wat er gebeurt. Maar zoals ik zei, we zijn beide positief. Dus, Dan komt dat gewoon goed. Maar ben je echt nog in gesprek of zijn het formaliteiten? Ben je nog op zoek naar perspectief van wat je wil besteden? Of wat zijn de dingen die voor jou de doorslag geven om dan te verlengen? Nou ja, goed, ik ken de club nu 2 jaar, dus ik weet wat het besteden zijn. En ik ken de hele verhaal, jullie kennen ook de hele verhaal met investeerders en zeer en zeer. Ja. Waar komt dat uit? Nou, dat is natuurlijk iets. Maar ik heb altijd, alle 2 jaar, heb ik altijd gezegd, oké, wat hebben we? Zeker. En van die filosofie en ook van die budget, zeg maar, ben ik uitgegaan. Ik zei, oké, we krijgen niks, misschien krijgen we. En dat was natuurlijk geweldig dat wij nu... In potje geld voor investeerders, dat we dat voor Walemarkers daar een andere krijgen. Gehaald, hè? En dat is wel iets moois, waar ik denk dat vind ik geweldig dat het kon. We praten zo meteen eventjes natuurlijk verder over de voorbije transferperiode. Er wordt gevoetbald, ik zei het net, de stadsderby van komende zondag. Beide fitte selecties, Feyenoord en Sparta? Ja, in principe wel. Hè. Bij Feyenoord ontbreekt Reece Nelson. Die heeft een positieve coronatest. Die heeft positief voor corona getest. Dus ja, heel de rest van die spelersgroep zal ook getest moeten worden. Dus ja, altijd maar fingers crossed of er dan niet meer besmettingen bij zijn gekomen. Het scheelt dat Feyenoord deze week dat ze niet heel veel momenten gezamenlijk hebben gehad met ontbijten en samenkomen. Dus met een beetje mazzel blijft het daarbij. Nou, en aan de kant van Sparta is ook iedereen fit, waar dat niet. Het geldt bij Feyenoord ook een beetje dat sommige van die nieuwkomers, ja, die moeten echt nog wel opgetraind worden. Dus die zullen niet allemaal in de basis meteen zijn. Nee. Harry, wat denk jij dat de reden is dat Henk Vrezen aan het einde van dit seizoen vertrekt bij Sparta? Nou, dat heeft te maken met natuurlijk wat er in het verleden nu gebeurd is met de technisch directeur, hè, van Stee. He, dat is niet helemaal bij hem goed gevallen, neem ik aan. Want die waren ook bezig met een toekomst. Maar die werden een beetje gedwarsboomd door hun eigen bestuur. En ik denk dat hij dat toch de doorslag heeft gegeven om dan verder te kijken. En dat ook na een paar jaar Sparta, en hij ziet daar ook waarschijnlijk niet heel veel verbetering in voor de toekomst, dat hij denkt van nou, ik moet nu toch wel iets anders gaan doen om weer die carrière weer een echt nieuwe impuls te geven. We gaan daar vrezen zometeen ook nog wel over spreken, Frank. Er wordt gevoetbald weer, gelukkig, na een week van stilte. In stadions die voor een derde zullen zijn gevuld, is het voor Feyenoord nog een overweging geweest om te spelen in een leeg stadion, zoals Twente en Go Ahead Eagles dat gaat doen? Nee, dat is eigenlijk niet, omdat wij vinden allemaal dat iedere supporter, die moeten wij die gelegenheid geven om Feyenoord te zien. Wij hebben zulke fantastische supporters en dan moet je dat niet, stoppen. Nee, maar goed, dan mag er een derde in. Maar dus, kijk, wat er wel is, dat is dat wij hebben natuurlijk ook wel aangegeven dat we er niet mee eens zijn. We vinden het een beetje een rare beslissing. We zitten buiten, er zijn zoveel dingen die wel mogen. En dan zeg je, oké, 1,5 meter, prima. Maar dan kan je het ook de helft, in ieder geval, zeg maar 50% van het stadion, kan je het ook wel vullen. Ja. Nou ja, goed, we zien om ons heen, nou, ik ben Deen, dus in Denemarken hebben ze maandag alles open gedaan. Ja. Alles is open, geen mondkapjes, niks. En oké, dat is natuurlijk ook misschien een gok, maar dat heeft Zweden, Noorwegen en Denemarken nu gedaan. En dat is net als wij hinkten altijd achter met alles in Nederland. En dat vind ik heel erg jammer. Gaat Feyenoord er wel alles aan doen om die supporters inderdaad op die 1,5 meter te laten? Ja, wat lastig is, ik realiseer het me. Maar. Ja, dat is een vraag van de verkeerde man. Dat ik zit niet met, ik zit daar niet in met... Zit in de directie, toch? Ja, ik zit in de directie. Maar er zijn natuurlijk mensen die specialisten daarin. Ja. Wat kunnen we doen? Wat mogen we doen? En je hebt natuurlijk ook te maken met... we hebben 31.000 seizoenkaartshouders. Nou, die kunnen niet binnen. Welke willen gaan ze inschrijven en waar zitten zij normaal? Nou ja, en dan moet je daar allemaal kijken. Nou, dan moet je misschien verplaatsen van juist om die 1,5 meter regel. Ja. Kan ik aan dit directielid wel vragen of er net als eerdere coronajaren weer een compensatieregeling komt voor die supporters die al sinds november niet in het stadion mogen zijn? Ik denk dat we allemaal, in principe moeten we natuurlijk die supporters en onze sponsors moeten we gewoon compenseren voor wat er niet is. Als je niet kan leveren, dan moet je er uiteraard toch betalen. En als je het ziet, vorig jaar
hoeveel steun we gehad hebben, dat is echt geweldig. Ja. Van die of dat. Daar was het. Die min die we met uit zou komen, was natuurlijk zo gigantisch geweest. En nu hebben wij het gedeeld door hun, dankzij hun. Die support van hun hebben wij het veel minder kunnen doen. Maar dat blijkt. Kijk, we moeten ook niet. Kijk, die mensen die bij ons komen, die hebben misschien ook heel veel moeite met hun eigen. Omdat ja, ze zitten ook in de restaurant. We hebben ze geen geld ook zelf niet. Er zit een grens aan dit alles. Hè? Want ja. we gaan nu tweede jaar hebben we nu, hè, zijn we zo'n beetje aan het afsluiten met die corona. En dat kost heel veel geld aan de klus. En ook degene die toch hun seizoenkaarten kopen. En de sponsors die toch niet krijgen waar ze voor betaald hebben. Maar dat houdt een keer op natuurlijk. Die van jongens, hou het maar. Of hè, we steunen jullie, dus we laten het hierbij. Maar op een bepaald moment zeggen ze ook van ja, nu gaan we toch geen seizoenkaart kopen. Of ook geen VIP-box of weet ik veel hoe dat allemaal mag heten. Het is natuurlijk een spiraal beneden. Ja. Omdat als wij geen geld hebben, dan hebben anderen in onze maatschappij ook niet. Maar ik hoop dat er nu. Ik zie wel de licht in de tunnel. Omdat wij mogen in ieder geval nu met het publiek spelen. En het is natuurlijk dat voor ons allemaal en voor de supporters van iedereen, dat wij misschien binnen nu een heel korte tijd, dat het ook alles open gaat. Laten we het hopen, ja, inderdaad. Er is in een jaar veel veranderd bij Feyenoord. Nieuwe trainer met een nieuwe speelwijze. Nieuwe scouts, ook wel in het aankopen en huren van spelers is er geloof ik wel wat veranderd in de filosofie. Hoe anders is jouw werk geweest dit afgelopen jaar? Ja, het is natuurlijk wel heel moeilijk geweest in die zin dat de corona was. We konden zelf geen spelers live bekijken. Dat was niet te doen. Maar we hebben wel. Ik ben begonnen in januari, even 2 jaar geleden. En hebben gekeken eerst wat was er binnen die hele organisatie. In de voetbalafdeling uiteraard. En dan heb ik gezien waar kunnen wij ons eventueel verbeteren. Nou, daar heb ik dan met de directie gesproken. En ik denk dat. En daar zijn we dan uitgekomen. Nieuwe coach eerst. Daarna heb ik sinds maart vorig jaar, daar ben ik dan begonnen met die nieuwe scouts. Omdat ik vond het heel belangrijk om zo snel mogelijk die scouts binnen te krijgen. En dat hebben we dan gedaan. En we zijn eigenlijk pas officieel met z'n allen op 1 mei gestart. En dat is natuurlijk heel laat, maar we hebben toch wel een hele goede window gehad dankzij hun. Zeker. Omdat ik moet zeggen dat... Het is een teamwork. Ja. Want die window, hè, de filosofie wil ik toch nog wat helderder krijgen. Je haalt spelers met ervaring, Arsnes, Jaanbaks. En je haalt spelers uit het buitenland, jong. Die passen binnen die speelwijze die de nieuwe trainer graag hanteert. Mm-hmm. En dan wil je kapitaal creëren zodat je ze later voor veel miljoen kan verkopen. Is dat, even kort geschetst, het idee? Ja? Dat klopt helemaal. Dan is natuurlijk een verschil met jonge spelers en ervaren spelers. Die ervaren spelers die zorgen voor resultaten vandaag. Jonge spelers die moet je allemaal die tijd gunnen. Maar die moet altijd passen in de filosofie. Ja. We zijn nu begonnen, ook in de jeugd, in de academie, hebben wij een filosofie. Hebben wij samen met de coaches allemaal samengesteld. Dat is de manier waar we willen spelen. 4-3-3. Maar ook in de kleinste details hebben we eruit gewerkt. Hoe gaan we spelen wanneer we moeten opbouwen met de keepers? Hoe gaan we opbouwen bijvoorbeeld als er 3 aanvallers zijn tegen ons of 2 aanvallers? En zit dan zin aan zin. Dan gaan we steeds stuk per stuk. En dat is iets wat begonnen met deze seizoen. En dat is natuurlijk iets die, doordat we dat kan, of wat we gedaan hebben, dan is dat die jonge spelers, wanneer ze naar onder 21 zijn en wanneer ze mogen trainen met de eerste elftal, dan is het helemaal niet onbekend. Omdat dat is wat we willen. En dat hebben we dan gedaan. En maar wat zeg je dan als je dat soort jonge gasten haalt? Hè? Pedersen en nu recent Bassett en Wallenmark. Wat zeg je dan tegen jongens als Hartjes en Milambo en Hall? Uit de eigen jeugd komen. Hun ontwikkeling, hun kans. Want ze zitten dicht bij dat eerste elftal. Die wordt daarmee een beetje ontnomen, toch? Nee, helemaal niet. Nee? Omdat als je ziet bijvoorbeeld... Waarom zitten ze dan niet bij de selectie uit bij NEC? Nou, dat is een keuze van de coach. Ik denk ook dat de coach wat het is... Wat Arne ook terecht, waar we over hebben, ook met de hele technische staf, dat is, iemand moet het ook verdienen iedere keer. En zeker de jonge jongens, dat moet niet zo zijn, ja, nu ben ik de eerste met training met de eerste elftal, die en dat, ja, dan ben je automatisch. Nee, omdat helpt die speler niet op den duur. Een speler moet ook vechten. Hij moet leren wat het is om
dat is niet, zeker als je jong bent, is er geen cadeaus. Nee. Dat helpen we hem niet mee. Zeg, nou, ook, je bent misschien niet zo goed getraind deze week. En dat kan omdat een jonge jongen zijn. Nee, en die wil niet zeggen dat er gebeurd is. Hè. Dat zou kunnen dat in deze geval, dat de trainer gewoon gekozen heeft voor, nee, ik wil deze spelers niet mee door een reden waar dat heeft. Maar ik vind dat wij op moeten passen, en dan moeten wij zelf ook, dat we niet te snel, kijk, we hebben een Milombo bijvoorbeeld, hij is 16 jaar. Maar dan moet je in principe zeggen, ja, over 2 jaar, dan moeten we zien hoe hij staat. Niet, nu heeft hij mogen trainen met de eerste, dat al heel lang. Maar dan, kan je niet, dan moet je hem ook niet wijsmaken dat, ja, je moet eigenlijk over 3 weken of over 3 maanden, dan moet je in de eerste staan. Dat is verkeerd. Dat is niet goed voor hem, dat is niet goed voor ons. Nee, maar dat is toch een heel logisch proces bij een topclub. Fijn, het is een topclub dat daar veel jonge talenten rondlopen. En daar zullen er een paar maar van halen ook, hè. Dat is ook normaal, dat gebeurt bij Ajax en dat gebeurt bij alle grote clubs. Dat als je 10 grote talenten hebt, als drie het eerste halen, nou, dan staat iedereen te juichen, hoor, binnen de organisatie. En zo moet Feyenoord ook gaan werken. Dus je hebt nu nog misschien maar 5 grote talenten, maar dat moeten de 10 worden. En daarvan gaan er 2 of 3 gaan het eerste halen. En daar moet je naartoe als Feyenoord. Wil je in de toekomst inderdaad ook mooie transfersommen gaan binnenhalen binnen je elftal. En wat is, omdat kijk, we hebben natuurlijk ook spelers laten gaan. We hebben Diemers laten gaan. Hij is verhuurd. We hebben Texera laten gaan. En daar hebben we 2 spelers teruggehaald. Voor die 3. Ja. En dan hebben we nog die 2 jonge jongens. Er is dus plaats dat hun kan trainen met de eerste elftal in ieder geval. Begrijp je? Dus dat is... Kijk, en je zegt, zij zit tegenaan. Maar er is nog een lange weg te gaan. Okay. Dus zij zijn de talenten. Hall is natuurlijk een ander apart. Omdat hij heeft een... een nightmare van een jaar gehad met blessures, met ziekte van vijver en zo en zo. Dus dat is voor hem niet makkelijk geweest. Hij is nu ingevallen de eerste keer, dus dat is leuk. Maar een jaar, eindelijk, half jaar is eindelijk niet zo. Selectie, hoe dan ook, dan nu de competitie hervat wordt. Zonder dus tegen Sparta wel op orde. En ook tot tevredenheid van de trainer, Arne Slot. Ja, maar dat was ik ook al, hoe die er voor de winterstop eruit zag. Maar wat denk ik heel mooi is en wat we heel goed gedaan hebben, is dat we in 2 windows heel veel spelers hebben laten gaan. En ik denk dat niemand uitgezonderd iedereen vindt dat Feyenoord de afgelopen zomer sterker op geworden is. En ook deze winter er sterker op geworden is. En dan te bedenken dat we hetzij minder of om en nabij hetzelfde geld uitgeven dat we vorig jaar gedaan hebben. Dus dan is dat een groot compliment. Het is natuurlijk heel makkelijk om je selectie te versterken als je gewoon achter elkaar geld uitgeeft. Maar wij doen dit toch binnen het budget zoals die er de afgelopen jaren geweest is. En dat is denk ik de knapste prestatie. Dat je dus niet meer geld uitgeeft dan andere jaren. Sterker nog, misschien wel minder. En dat ook een gedeelte van het geld gegaan is aan het verlengen van voor ons belangrijke spelers. En dat het ons desondanks gelukt is. Dat is in ieder geval in mijn mening. Maar volgens mij wordt dat gedeeld door heel veel mensen. Wij er wel kwalitatief sterker op geworden zijn. Dus dat is denk ik de grootste prestatie dat je dat doet. Zonder dat je meer geld uitgeeft dan andere jaren. Kwalitatief sterker geworden, zegt Slot. Dus deze selectie wordt 2e, Frank? Nou, kijk, je moet niet... We hebben een doelstelling voor de seizoen. We moeten Europees voetbal spelen. Of moet, want je moet niks, maar dat is onze doelstelling. Europees voetbal spelen. Nu staan we 3e. En die moeten we alles aan doen om die 3e plek niet weg te geven. Dus we moeten niet naar achteren kijken, we moeten naar voren kijken. En daar zit dus PSV en Ajax. En dan moet je gewoon zien wat het is. We weten ook dat hun inderdaad andere mogelijkheden om dingen te doen. Maar ik ben heel erg tevreden, zoals Arne ook zegt. Ik ben tevreden met wat we hebben kunnen doen. Zullen we even kort doornemen wat er inderdaad is gehaald? Om te beginnen die Patrick Wallemark. Die is voor 3,5 miljoen gehaald. Daar heb je inderdaad, zei je net al, een externe investeerder voor gevonden. Ik ben altijd opgevoed, geen geld uitgeven wat je niet hebt. Feyenoord heeft wel in het verleden laten zien dat ze dat beter niet kunnen doen. Is nu toch voor gekozen. Waarom was dat een buitenkantje met Wallemark? Nou goed, als je ziet, wij zijn eigenlijk begonnen om te zeggen, we wou Veerman. Hè? Dus een middenvelder. Nou, dit is niet gelukt. Hij was te duur. Toen wilde hij Bazour. Ja. Maar Bazour was oké, daar hadden we omdat zijn contract liep af. En ik denk, nou, die kunnen we gebruiken. Maar hij is natuurlijk ook weer een heel andere positie. Hij kan wel op zee spelen, maar is ook een verdediger. En dan hebben we gezeten, omdat we hadden altijd... we hebben eigenlijk altijd, sinds de zomer hebben we gezegd, we moeten een linksbenige aanvaller in onze selectie hebben. Omdat Berghuis weggaan, we hebben niemand anders. Dus oké.
En hij stond op ons lijst. Natuurlijk, onze lijst, niet de AZ-lijst. Misschien ook, maar ook onze lijst. Want dat is natuurlijk ook... Zo'n sprookje doen wij inderdaad, hoor. Het is het ook Nederlands. Ja. Maar goed, en toen hebben wij besloten... nu is de mogelijkheid daar, omdat over een half jaar is het niet mogelijk. Dan is die de duur. Dus je moest nu handelen. Dus wij moesten nu handelen. Hmm. En daardoor hebben we het gedaan. En dan hebben we wel niet vergeten dat die 6 positie is belangrijk. Omdat in principe hebben wij Ausnes. En hij is degene die op die 6 speelt. En dan zeggen we, als er iets gebeurt... Wacht, dan bedoel jij nu uiteindelijk Hendricks, die je daar wordt gehaald. Ja, ja. Ook niet. Ja. En dan hebben we namelijk Hendricks kunnen halen. Huur met optie tot koop. Prima. En daardoor hebben we eigenlijk die 6 positie en dan een jonge talent. En dan hadden wij met Cole Bassett, die hadden wij in de zomer, hebben we al een beetje gekeken. Maar daar had hij 1 jaar contract nog. En ja, dat was voor ons... een grote investering, maar een half jaar later was het veel minder, omdat hij zijn contract niet verlengd. Dus daar konden we een hele goede deal maken daarin. En daar zijn we blij mee. Dus hebben we dus iemand die een 8 en 10 kan spelen, die voor de toekomst is. Wolen maken aan de rechterkant op 10 kan spelen ook, voor de toekomst. En dan hebben we eindelijk Hendricks die er moet staan als dat nodig is. En daar hebben wij onze vriend Sandler. Ja, Philip Sandler, heb je uiteindelijk bij Manchester City kunnen losweken. Transfervrij ook nog eens. Wel een speler die sinds september geen wedstrijd meer gespeeld heeft. Wat is nu het plan met hem? Nou, zoals ik het zie, dat is voor ons beiden. We gaan nu een half jaar kijken, hoe gaat het met je? En hoe probeer je hem alles te ondersteunen, alles te doen? Omdat we kennen hem van vroeger. Ik heb hem in Anderlecht gehad. Hè, dus ik heb hem gezien, daar speelde hij wel. Daar speelde hij 9 wedstrijden achter elkaar en dan ben hij weg. Daar zag je dat hij gewoon een hele goede voetballer is. Met de overzicht en voetballen. En hij heeft zoveel dingen in opbouw van achteruit. Waar dat is gewoon een toegevoegde waarde erin. Maar nu is het gewoon aan ons beiden om te zorgen voor dat hij gewoon fit wordt in een paar maanden tijd. En dat hij kan laten zien voor ons dat hij ook toekomst... Want dat is zijn grootste probleem, hè? De fitheid. Fitheid, hè? Ja. Ook in Frankrijk geblesseerd geraakt. Dat is natuurlijk... Het wordt wel dringend daar in het centrum, hè, achterin. Dus ik juich het toe, hoor. Maar je hebt ook nog Geertruida natuurlijk. En Trauner. En dan Senesi. Er moet ook... We hebben nu 4 eindelijk, ja. Die data. En dat is eigenlijk niet overdreven. Je had er eerst twee. Ja. Ja. En we hebben nu... Hendricks met de KS kan natuurlijk ook nog spelen. We hebben Raymond Hendricks. Ja, die ook, ja. Maar dus hoe hou je het allemaal een beetje tevreden? Want zo'n Geertruiden staat echt van... Die vindt dat hij hoort te spelen, weet ik zeker. Die heeft zoveel goede wedstrijden gespeeld sinds die weer is aangesloten. Ja. Dus ik kan me voorstellen, die zei, joh, ik heb mijn plek afgedwongen. Ja. Hoe gaat... Nee, maar dat is toch geweldig? Ja, maar ik ben benieuwd hoe dat dan tegen Sparta staat. Ja, kijk, wat het is, als je bij een grote club speelt, dan is het concurrentie. Als je een grote club speelt, dan verdien je meer geld. Ja. Nou, alle die dingen, dan moet je niet zeuren. Nu heb ik niet over een keer eruit, maar heb ik gewoon algemeen over spelers. Nou, dat is concurrentie. En de coach, het doet maar 1 ding. Hij gaat spelen met die 11, of beginnen met die 11 spelen waar hij denkt dat is de grootste kans om te slagen, om te winnen vandaag. Zo is het. En dat hoort erbij dat je af en toe op de bank komt. Dan kan je wel voelen, maar dat is natuurlijk iets waar... Aan is heel sterk in communicatie. Hij spreekt ook met de spelers. Hij legt het ook uit voor de wedstrijd waarom je niet speelt, waarom je kiest voor iets. Daar is hij goed in. En op een gegeven moment is het... dan moeten we samen, als er iemand is die zegt, ik wil een ander, dat kan ik niet. Ik wil een... gaan we zitten. Geertruiden, die gaat het wel blijven laten zien. Die klopt op de deur. We zijn benieuwd naar die versterkingen die dan nu zijn aangetrokken. Sowieso, Dennis, de afgelopen zomer, wat er door Feyenoord is binnengehaald, dat lijken allemaal behoorlijke schoten in de roos. Is het probleem niet alleen nog wel dat er niet zoveel verdiend wordt bij Feyenoord aan transfers? Nou, dat vind ik het punt van kritiek wat je wel kan hebben. Hè. En niet alleen omdat ik dat vind, maar ook omdat het Feyenoords eigen beleid is. Hè. Ik heb een paar jaar geleden met Mark Hoevermans, toen hij er nog was, gesproken. Die gaf het al aan van, dat was dan rondom de stadiondiscussie dat hij aangaf. Dat is een middel om geld te genereren, maar waarmee je als voetbalclub echt slagen maakt. Dat is met Europees succes, met dat geld en met transferinkomsten. Nou ja, Pieter Smorenburg, de financieel directeur, heeft dat ook nog bevestigd. Dus ja, dat is de enige wat er echt nog aan ontbreekt. Al jarenlang, ook voordat Frank bij Feyenoord zat, wat ik echt al jarenlang mis bij Feyenoord is...
ja, echte klappers op de transfermarkt. Ja, dat die zijn er gewoon nooit. Dat heeft nooit te maken met de kwaliteit van die spelers. Hè? De spelers die nu even weer verhuurd zijn. Ja, dat zijn kwalitatief natuurlijk niet echt hele goede spelers. Hoe je zit er fouten tussen, Frank? Altijd. Dus Diemers, Antonucci, Bozeniek. Daar zitten altijd fouten. Maar ja, het gaat altijd over. Vaak is het in die periode waar iemand koopt. Nou, met Antonucci is het gewoon een ander verhaal. Omdat hij werd gekocht van een jaar geleden. En hij is een 10. En kan ook aan de rechterkant spelen. Hij heeft bewezen dat op niveau van Volendam, kunnen we zeggen, dat hij gewoon heel, hij kan goal scoren, hij kan een final pass geven, assisteren. Hij heeft alles in zich om een hele goede speler te worden. Nou, wij spelen nu aangekomen. Wij spelen met een andere team. Ja. Je kan niet Guus Til en hem vergelijken. Nee. En dat is juist wat het leuk is. Je ziet, dat is twee spelers totaal niet vergelijkbaar. Maar die Antonucci is echt een goede voetballer. Maar we hebben hem nodig hier, Til, die is natuurlijk zo geweldig in zijn loopacties en kan goal scoren en verdedigend sterk. Dus daar valt hij een beetje buiten. Hij heeft een beetje gespeeld aan de rechterkant, een paar keer ingevallen. Maar niet in de competitie. Maar ik vind dat je nu langzaam wel naar een ploeg of een selectie toe gaat waar wel... He, spelers. Zeker. Ik ben benieuwd. Wie gaat de komende zomer nou, denk je, echt voor een fors bedrag de Kuip verlaten? Is dat Malasia of Sinistera of Kuktu? Ook Pedersen, hè? die aan de weg gaat timmeren. Ja, wel, dat maakt indruk hoor bij clubs. Mm-hmm. Zo'n grote die net was... Wie denk jij, wie gaat de grote... Kijk, een tas met geld binnenbrengen. Ja, dat wil ik natuurlijk hier niet zeggen, maar dat kan niet. Kijk, wat er wel is, ik heb verteld het, gisteren had ik mijn scouting meeting. Dat was dus de eerste scouting meeting. Dat hebben wij online met allemaal van ook die buitenlandse. En daar ga ik dan eerst even alles doornemen. Wat hebben we gedaan? Wat hebben we goed gedaan? Wat hebben we misschien laten vallen? En die en dat, wat is. En dan ga ik zeggen, en nu gaan we nu, vandaag, dan beginnen we nu met het volgende seizoen. Of het volgende window. Dus dan gaan we, oké. En dan heb ik gezegd, welke posities wij goed moeten... Ja, als we een overval krijgen van clubs... Een overval. Ja, ja. Een overval. Ja, je zou moeten beginnen aan de linkerkant natuurlijk. Maar ja, kijk, maar daar zijn zoveel mogelijkheden. Dat kan zijn Sinistera, Sinistin, Malasia, noem maar. Daar zijn zoveel... En dat is precies wat je zegt. Daar zijn nu momenteel zoveel interessante spelers die een goede leeftijd hebben, waarbij ik geld zou kunnen verdienen. En er moet ook weer wat voor terugkomen natuurlijk. Dat is wat ik bedoel. Dat is het moeilijkste. Dus en daar zitten we natuurlijk wel mee. We weten ook niet precies, maar we weten zeker dat als wij, ik noem maar het bedrag 5 miljoen. Ik zeg maar 5 miljoen binnen, dan kunnen we 5 miljoen niet gebruiken volgens mij. Dan moet eerst betaald worden, links en rechts. Dus. Maar daar redden we ons wel mee, omdat we hebben bewezen nu dat we gewoon spelers kunnen binnenhalen voor redelijk goede geld en met veel kwaliteit. Daarover gesproken, denk je dat Cyril Dessers ook volgend seizoen bij Feyenoord speelt? Genk, waar je hem nu van huurt, zegt op dit moment, ja, we willen er dan wel 4 miljoen euro voor hebben. Ja, wat dat is met Dessers, is wat de Arne zegt, ik vind het ook terecht, hij zegt, hij is eigenlijk een basisspeler. Ja. Maar hij heeft gewoon Linssen voor zich momenteel, omdat Linssen is zo'n ongelooflijk slimme spits. En zeker in ook, niet alleen scoort die goals, en dat is natuurlijk heel belangrijk, maar ook in de jagen en van die omschakeling van hem van verdediging naar van verdediging naar aanval, van aanval. Maar dit gaat over Linssen. Ik vroeg Linssen naar Dessers. Ja, maar waarom gaat is dat hij past dan momenteel zo heel goed in. Ja. Maar is een super sub, want dat is hij, hè? Negen goals in alle competities. Ja, maar is hij 4 miljoen euro waard? Nee, dat gaat voor mij niet om 4. Dat gaat over omdat hij is een basisspeler. Hij is een basis. Hij is kwaliteit voor zijn basisspeler. Maar Linssen speelt nu. Maar het zijn heel verschillende types. Ja. Maar hij is een... En of hij of de 4, 5, 6 of 2 of 3... Dat wil ik daar geen oordeel over geven. Maar je wil wel de portemonnee trekken. Eventueel misschien is 4 wat veel. Maar je zou het toch wel wat waard vinden? Dat zien we wel. Ik vind dat hij een hele goede impact gehad heeft van ons. En zeker in moeilijke wedstrijden waar hij ingevallen is. En hij heeft... PSV uit, Union uit, zoveel natuurlijk AZ thuis. Op die laatste moment goals gescoord en die is voor veel water van ons geweest. Maar of we dat kan voor het eind van de seizoen, dat weet ik niet. Nee, hetzelfde geldt een beetje voor Guus Til, hè? Die wordt ook gehuurd nu. Ja. Vraag is of je die wil en kan
overnemen van Spartak Moskou? Willen wel, denk ik. Willen wel. Nou ja, financieel kunnen. Dat is een van die problemen wat we hebben, omdat we geen geld hebben. Alsof, dit is niet correct om dat te zeggen, maar dat we weinig geld hebben om te kunnen investeren. Dat is dat wij, in mijn ogen, te veel huurspelers hebben. Weet je wel. En ja, we hebben Ries, Nelson. En we hebben Dessers, weet je wel. Dat zijn drie spelers waar we niet echt weten of we überhaupt volgende jaar kunnen krijgen. Nou, oké. Dan hebben we gelukkig deze jaar, hebben we nu met alle spelers, alle die drie die we gehuurd hebben, daar hebben we een optie. En dat zijn alle drie opties waarbij, waar dit gewoon voor ons in realistisch is, als dat goed gaat, om die te kunnen pakken. Ja. En dat is iets waar ik natuurlijk zit aan te denken. Als we spelers kunnen we niet huren met een optie tot koop. Maar die optie die moet ook wel redelijk zijn. Dat is zo werken in plaats van een second zoals Wolemark. Dat is natuurlijk de mooiste. Je pakt hem 4,5 jaar klaar. Ja. En zo onze speler. Maar dat kunnen we natuurlijk niet. Ik vind het ook vervelend. Hè? Die spelers die nu verhuurd zijn, dat krijg je ook van de zomer allemaal weer terug. Hè? Ja, en daar zit je dan weer mee. Hè? En als ze het goed hebben gedaan, oké, dan kan je er misschien nog wat mee. Maar de kans is ook aanwezig dat ze het ook daar weer niet brengen. En dan, dan loopt het allemaal alleen maar in de weg. En uiteindelijk eindigt het in transfervrij vertrekken, denk ik. Ja. Maar er zijn niet zoveel waar ik... Waar ik denk dat ze niet een andere club kunnen vinden. Okay. Ik vind wel dat ze goed aan de weg timmen. En ik denk wel dat het ons zou lukken. En dat hoop ik ook voor de spelers zelf. De positieve insteek. Ja, maar ik moet ook realistisch zijn. Je hebt natuurlijk niet ongelijk wat je zegt. Maar daar gaat over dat je hoopt dat die spelers zo goed presteert. Ja. Dat ze in ieder geval... Weer een waarde gaan vertegenwoordigen. Ook voor ons, maar ook voor hunzelf, weet je, allebei. We praten zo meteen wel eventjes door, maar ik wil toch ook zeker naar Sparta. Want uiteindelijk is komende zondag die derby. Waarbij we dus weten, Harry, sinds deze week dat Frezer gaat vertrekken. We hadden het er net al eventjes over. Bij Sparta haast iedereen zich door te zeggen, nee, dat gaat geen invloed hebben op de prestaties de rest van dit seizoen. Dat we een trainer hebben die aan het einde van dit seizoen weggaat. Dat hoeft niet. Geloof jij maar, dat ook? Ik zeg dat hoeft niet, maar vaak wel. Vaak heeft het wel invloed, omdat spelers de relatie met de trainer wordt anders als die vertrekt. Maar hij heeft wel natuurlijk zijn ploeg een beetje opnieuw in kunnen vullen. Hè? Hij heeft een paar goede spelers erbij gekregen. Wel een moeizaam programma natuurlijk. De eerste drie wedstrijden waren slechte wedstrijden natuurlijk. Eerst Cambuur, daarna Vitesse en dan Feyenoord. Ja, dat is natuurlijk een waardeloos begin. Aan de andere kant hebben die spelers dan juist in die wedstrijden even de kans gehad om zich een beetje te settelen. En nu krijgen ze de wedstrijden waar het om gaat draaien, hè, de komende 3-4. Ja, en ondertussen... Daar moeten punten gehaald worden, anders heb je echt een ernstig probleem, hè. Dan denk ik zelfs dat Frezer iets eerder gaat vertrekken dan dat is dan interessant jullie. Dat je dat nu zegt, want daar reageert Henk Frezer vandaag ook op. Overigens wordt zijn naam ook genoemd, zo gaat dat in de voetballerij, als een mogelijke kandidaat bij PSV. Ja, maar het is wel logisch als je kijkt naar, als we toch praten over ervaringsvak, ja, daar kan niemand omheen. Maar er zijn zat trainers die vrijkomen en er zijn zat clubs die vrijkomen. En we zullen zien wat dat wie dan ook van ons brengt. Maar heeft dat een rol gespeeld dat je weet dat er wat clubs vrijkomen? Dat je dacht, misschien is het nu wel het moment? Of heb jij puur gekeken, bij Sparta is misschien niet meer het perspectief wat ik had gehoopt en daarom vertrek ik? Nee, je hebt gezien aan mijn timing, die is belabberd. Dus ik ben zeker niet bezig met andere clubs, nee. Nou, jij weet ook tot slot hoe de voetballerij werkt. Als jij drie keer achter elkaar verliest, het kan ook zomaar zijn dat jij denkt van, nou ja, wat heb ik hier nog te behalen, want ik ga toch weg. Of de club denkt van, ja, laten we maar met een nieuwe trainer alvast beginnen. Ja, dat zou heel goed kunnen. En ik denk dat het in het voetbal heel vaak voorkomt. En ik denk ook dat we ons daardoor, zowel clubs als trainers, misschien door emoties laten leiden. En misschien ook door de buitenwacht. Dat we die vaak belangrijker maken als dat ze daadwerkelijk zijn. Ik denk dat we bij Sparta heel goed weten wat we aan elkaar hebben. En dat mag ook wel, hè, na 3,5 jaar. Dus vanaf mijn kant zal dat zeker niet zo zijn. Want dan had ik al eerder weg kunnen lopen. Je belooft bij deze dat je het wat jou betreft het seizoen afmaakt. Maar die keuze had ik al gemaakt, ook bij het vertrek van Henk van Stee. Terwijl wij zeker wel raakvlakken hebben in een aantal zaken. Sterker nog, ik heb mijn woord gegeven aan mijn spelersgroep, aan mijn staf. En ik had misschien een easy escape. Maar dat is niet aan de orde. En dan hoor ik, zelfs in dat opzicht hoor ik opmerkingen over. Mijn zoon zei dat nog over. Iets van een zinkend schip of zo, dat ik die verlaat. Volgens mij geef ik juist aan, ik kan niet loyaler zijn dan dat ik ben geweest. Door te blijven toen we degradeerden. En nu ook te blijven op het moment dat we voor dat zware gevecht staan. Nou, meer kan ik niet tonen. En iedereen mag daar zijn mening over hebben. Maar ook dat is weer een voorbeeld dat ik kan ik niet zo heel veel mee.
Nee, ja, loyaliteit is Henk Vreese inderdaad ik altijd... Ik vind het ook niet bij zijn karakter passen om zelf op een gegeven moment de handdoek te gooien. Als je Henk Vreese een beetje kent, nou, we hebben hem van dichtbij mee kunnen maken deze jaren bij Sparta. En echt wel eergevoelig natuurlijk, hè, vanuit de Eerste Divisie naar de Eredivisie. Maar hij wil ze voor de Eredivisie behouden. En pas wanneer dat misschien echt uitzichtloos wordt, dan zal hij. Maar dan zal hij het ook voor de club dan eventueel doen. Maar in die situatie zit Sparta natuurlijk nog niet. Maar het is een heel terecht, verhaal wat hij net houdt. Alleen de praktijk wijst uit dat als je te veel verliest, dan wordt er ingegrepen van buiten of van bovenaf. En dat geldt op alle niveaus. Dat geldt zelfs bij de amateurs gebeurd dat. En hij zit nu in die fase van, ja, ik weet niet hoe belangrijk zij het vinden om in de Eredivisie te blijven, Sparta. Maar dat lijkt me toch wel vrij lijkt belangrijk. Me wel, ja. Nou ja, je hebt ook wel eens gehoord, nou, dan beginnen we weer opnieuw, hè, in de Eerste Divisie. We hebben het vaker gedaan. Dat verhaal heb ik ook wel eens gehoord. Maar aan de andere kant, ja, je hebt nu een ploeg die volgens mij de beste ploeg is van de onderste vijf qua spelers. Maar ja, er zullen wel resultaten gaan moeten worden. En ik heb het zelf twee keer, ik ben ervaringsdeskundige. Ik ben twee keer zit je hier ook? Ik ben twee keer gedegradeerd met FC Den Haag in 92 en met FC Den Bosch in 2000. Met ploegen, hè, die niet klaar zijn voor de Eredivisie dat jaar, zeg maar. De selectie is te zwak. En dan allerlei spelers gaan halen in de winterstop. Dat werd toen ook al gedaan. En drie, vier nieuwe spelers erbij. En dat zijn goede spelers, maar toch lukt het niet. En dat heeft vaak te maken omdat je moet zo'n hele voorbereiding heb je vaak nodig, hè, om een elftal helemaal naar je hand te zetten als trainer ook. En dan gaat het wel. Maar als je te laat op gang komt, zoals Sparta dat nu dus heeft een beetje, als je te laat op gang komt met je selectie, ja, dan kan dat soms wel eens te laat zijn. Hoe lastig denk jij dat Sparta het Feyenoord kan maken zondagmiddag? Nou, ze hebben volgens mij in het verleden meerdere keer laten zien dat zij ons heel moeilijk kan doen. Ja, we kennen Henk Vreese, hij heeft een heel goede organisatie. Hè, dus hij zorgt ervoor dat hij niet verrast wordt door counters. Dus hij speelt graag die lange bal. En daarmee snelle spelers. Dus je moet continu opletten. Ik bedoel, die wedstrijd op Spangen, waar we de laatste seconde scoorden, dat zegt genoeg. Ja. Wij hadden kans om te scoren daarvoor, maar we scoorden niet. En dat was ook dankzij die tactiek van Vreese. Het was heel moeilijk om doorheen te komen. Ja. En ik verwacht niet aan de zondag. Precies, dat gaan we zien. Zondagmiddag in de Kuip, 11:15. Met dus een derde publiek. En ik hecht er ook aan om even nog aan te stippen dat alle wedstrijden, dus ook Feyenoord-Sparta, vooraf zullen worden gegaan door 1 minuut applaus. Ter nagedachtenis van Wim Jansen, het Feyenoord-icoon dat ons vorige week is ontvallen. Dus ja, mooi dat dat in het hele land gebeurt, toch? Schitterend, ja. Dankjewel voor de komst en je openhartigheid. Succes in ieder geval het komend half jaar. En ik probeer dat altijd een beetje in te schatten en door woorden heen te sluizen. En dan denk ik, Frank Arnissen is na de zomer gewoon nog steeds technisch directeur in de Kuip. Hij zwijgt. En wie zwijgt? Dankjewel. Dennis, bedankt. Harry, bedankt. De wedstrijd van komende zondagmiddag, 11:15 in de Kuip. Feyenoord Sparta natuurlijk bij ons live op de radio te volgen. En maandag praten we erover na in dit programma FC Rijnmond. Goed weekend. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Bingel, Startportaal en Kuhlman Global Forwarding BV. Na afloop van de uitzending van FC Rijnmond praten we online altijd nog een paar minuten door. Hoewel de uitzending online nu wat langer duurt dan de televisieuitzending. We hebben wat langer gepraat met Frank Arnissen. Ja. Aardige man trouwens. Ja, hele sympathieke fan trouwens. Een geweldige voetballer geweest natuurlijk. Dat vind ik altijd wel fijn. En hij zit helemaal op zijn plek, hè, bij Feyenoord als technisch directeur. Je ziet ook langzamerhand de hand van Arnezen zie je terug. Ik haalde eruit in de aanleiding van het gesprek. Die gaat wel door. Jawel, had jij dat gevoel ook? Nee, ja, tuurlijk. Maar omdat misschien zit ik wel helemaal mis. Nee, maar hij heeft het erg naar zijn zin. En hij ziet dat er progressie is bij zo'n grote club. Een mooie club als Feyenoord. En dan is het hartstikke leuk om door te gaan. Maar er zit een financieel plaatje aan. Ja. Hij wil ook graag in de toekomst goede dingen kunnen doen. Hè, wat zijn de mogelijkheden voor hem als TD, is ook altijd belangrijk. Ja. En daar zullen ze denk ik heus wel uitkomen, maar je weet het nooit. En ik zei voor het begin van de uitzending, hij heeft ontzettend veel clubs al gehad. Hè? Dus hij is toch ook wel in de markt als TD. Hoewel die natuurlijk wel nu op een leeftijd is. 65. Hè? 65, ja. Gaat langzaam naar een bepaalde. En hij woont lekker in Nederland. Dus ik denk niet dat hij staat te springen op weer een buitenlands avontuur of zo. We hebben het daardoor, Harry, relatief weinig gehad over de wedstrijd van komende zondag. Ja. Feyenoord-Sparta. Wat voor wedstrijd wordt dat? Ja, dat is zo moeilijk te voorspellen. Sparta is natuurlijk versterkt, dat is duidelijk. We hebben betere spelers, goede spits erbij gekregen. Maar
ja, het is toch wel moeilijk om de boel aan de praat te krijgen als coach. Hè. Als je zo'n slecht eerste half jaar hebt en ook nog natuurlijk weer moeizaam bent begonnen aan de tweede helft van het seizoen, door het zwaardere programma ook, ja, dan zie je te snakken naar punten. En ik geloof niet dat ze dat tegen Feyenoord gaan doen. Maar dan kan je alleen nog maar vasthouden aan, spelen we een goede wedstrijd, geven we voldoende weerstand in deze wedstrijd, zie je lichtpuntjes, zoals een trainer dat dan vaak noemt. Dat is wel nodig om klaar te zijn voor de echte belangrijke wedstrijd. Dat zou zelfs dus kunnen met een kleine nederlaag. Ja, dan denk ik, ja, dan gaat het op de manier waarop je verliest. Als jij een enorm eraf geveegd wordt met 5-0, wat kan tegen Feyenoord. Of zoals tegen Utrecht, dat ze gewoon helemaal niets creëren. Ja, dan krijg je een hele negatieve sfeer natuurlijk, in en rondom de club. En dat is ook heel moeilijk voor Vrezen om daarmee te werken natuurlijk. Maar als dat niet gebeurt, als hij gewoon een goede wedstrijd speelt tegen Feyenoord, ongeacht de uitslag, dan kan je misschien zeggen van, we zijn klaar voor die belangrijke wedstrijden die nu gaan komen tegen de concurrentie. Zou jij bij Feyenoord Wallen, Marco, gelijk in de basis willen zien spelen? Nou ja, je weet, ik vind dat Jahan Baks gewoon heel slecht gepresteerd heeft de afgelopen maanden. En als daar een jonge, talentvolle gozer staat die in de kracht van zijn leven meer kan brengen, zou ik het doen. Maar ik zie hem niet trainen. Ik weet niet hoe... Nou ja, ze hebben een oefenwedstrijd tegen Vitesse gespeeld. Maakte hij er gelijk 2. Jawel, maar dat was tegen Vitesse 2. Dat zegt me niks. Dus daar moet je helemaal niets uithalen. Mm. Maar je kan wel zien van, hij is snel. Zijn techniek is goed. Hij heeft inzicht. Dat soort zaken. Hè. Daarin kan je al in ieder geval iets uit opmaken. Maar ja, het is jammer dat we dat zo'n tweede elftal van Feyenoord helemaal niet speelt. Nee. Want dan kan je in wat meer wedstrijden ritme opdoen. Nee, ritme waar ik dus niet in geloof, maar dat hij conditie, wedstrijdconditie opdoet. En dan krijg je een beter beeld. Jahan Baks is natuurlijk wel helemaal een doorgewinterde prof. Ja. Die natuurlijk echt wel zijn sporen verdiend heeft. Erg slecht gepresteerd heeft. Bij Iran heeft hij het nu weer aardig gedaan. Ja. Nou ja, dat heeft misschien ook. Hij heeft een laatste keer dat hij een goal heeft gemaakt en belangrijk was bij met de voorbereiding. Zeker, ja, hoor. En dan dat het vertrouwen bij zo'n gozer misschien een beetje toeneemt. Maar het is voor mij nog steeds geen zekerheidje. En ik ben erg enthousiast over die Wallenmark. Oké, goed. Uitslag, Feyenoord-Sparta? Ik denk 3-1. Hij denkt 3-1. Nou, we gaan het zien. En we gaan het de maand erover hebben in FC Rijnmond. Goed weekend.